Ik sta hier bij Ernst Kok en we staan midden in het hertenkamp. Er is een brandbrief naar het ministerie gegaan. En waarom is dat? Het is zo dat de minister van Landbouw, Piet Adema, die heeft een plan bedacht om per 1 januari 2024 de damherten en edelherten uit de positieflijst te halen. Dat is de lijst van huisdieren die gehouden mogen worden. De hertenkampen moeten daardoor dus ook de boel gaan sluiten in de loop der jaren. Het is niet zo dat we meteen de beesten moeten afmaken, maar er mag niet meer gefokt worden met de beesten. En dus is er een plan om een soort sterfhuisconstructie te maken. Nou, wij hebben gezegd, dit hertenkamp hier in de Aalderingshoek is zo functioneel belangrijk voor de buurt, de mensen die hier elke dag komen om de beesten te verzorgen, om te zien wat de beesten doen, hoe ze bewegen, hoe de jonge hertjes geboren worden in het voorjaar. Het is gewoon elke dag is het eigenlijk iets levendigs. En een levende haven in een woonwijk, mooier kun je het toch niet bedenken. Hoe regelen jullie dat? Het is zo dat de vader van de hertjes die je hier ziet, die bevruchten de vrouwtjes. En het is zo dat in het najaar, als de jonge mannetjes geslachtsrijp zijn, dan worden ze eruit gehaald. Want die mogen natuurlijk niet hun zusjes gaan bevruchten. Want er blijft gewoon alleen één vader over die het wel mag doen. Hoe groot is dit gebied waar ze lopen? Nou, het is ongeveer 3 voetbalvelden groot. Ik weet de hectares niet precies, maar het is een mooi ruim veld waarbij we eigenlijk een klein beetje de natuur nabootsen. We laten de grote takken van de eikenbomen laten we liggen. Dan kunnen ze spelen met die takken. En ze kunnen beschutting vinden. Ze hebben de vijver om water te drinken. Het is een stukje nagebootste natuur. Natuurlijk is het cultuur, maar het is gewoon een prachtig stukje. En een verrijking voor de wijk. Als je hier binnenkomt, dan denk je bij jezelf, hier zou ik wel willen wonen. We hebben eigenlijk wel goede hoop. Want ik heb het idee dat als je het ziet, de publiciteit rondom de verhalen rondom het sluiten van de hertenkampen, een Joep van het Hek die daarover schrijft. Overal is weer publiciteit geweest over het feit dat dit eigenlijk niet kon. Want de kinderen, hertjes in de buurt laten meemaken. Mooier kun je het niet maken.